Ik ben Richard Douwstra, ik ben projectmanager bij Bombardier. En ik ga iets vertellen over de technische achtergrond van het beveiligingssysteem. En ook wat er in papierwerk bij komt kijken om inderdaad, wat jij ook noemde, dat ISA-certificaat te krijgen. En wat ook aantoont dat het systeem veilig is. In het kort een overzichtje van hoe het in totaal een beetje in elkaar zit. De CVL, de centrale verkeersleiding van de RET. Daaronder zien we de treinbeveiliging, dat is onze centrale computer die de logica aanstuurt. Objectcontrole, dat is een, bij ons een kast die zullen we zeggen, de aansturing doet van de objecten in de baan. Dat houdt in dat daarmee ook de wissels worden aangestuurd, seinen en allerlei andere objecten die daar in de baan ingesteld zijn. Waaronder ook de overwegen. De volgende objecten die we noemen, dat is de treindetectie. Die ziet u buiten ook, dat zijn die gele kastjes in het spoor. En natuurlijk ook de ATW-codegenerator. En de codegenerator die geeft aan welke snelheid er in het spoor komt. En daarmee krijgt het voertuig ook zijn snelheid aangewezen. Voor het beveiligingssysteem zijn eigenlijk drie elementen het belangrijkste. Dat is de treinbeveiliging, de centrale interlocking die ook draait op de software. De treindetectie, dat is gewoon, dat gaat te maken met de spoorstoflopen. En de codegenerator die wordt ook aangestuurd door software. Het belangrijkste van het beveiligingssysteem is dat de hoekslijn vrij uniek is qua samenstelling, qua overwegen, bruggen en allerlei objecten die in die baan zitten. De logica is daarom ook op maat gemaakt voor de RET. En dat maakt het ook lastig om dat inderdaad perfect op elkaar af te stemmen. De reden waarom dat ook zo lastig is, is omdat het de hoogste veiligheidsniveau heeft. Dat heet Safety Integrity Level 4. Dat is in de beveiligingswereld het hoogste veiligheidsniveau. En daar moeten we dan ook aan kunnen voldoen, aantoonbaar. De codegenerator, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Dat is natuurlijk, het hardware en de software zijn ontwikkeld op basis ook van de eisen van de RET. Houdt in dat we dus zodanig codes in het spoor kunnen zetten dat we dus meerdere snelheden kunnen rijden. Verhogen van 10 naar 20, naar 30, naar 40 tot 100 km per uur. Wat ook een nieuwheid is in de metrolijn. Ook daarvoor geldt natuurlijk veiligheidsniveau 4, hoogste klasse. Omdat ook het geven van codes in de baan kan leiden tot allerlei veiligheidsissues als je dat niet goed regelt. Vandaar dat er ook de hoogste aandacht voor gevraagd is en op die manier dus ook aandacht aan gegeven wordt door ons. De bijzonderheden van Leidrail, ik denk dat het wel goed om nog eventjes bij stil te staan. De metrobeveiliging heeft een extra basisfuncties ten opzichte van de heavy rail, de gewone normale treinenloop. RET heeft ook een hogere rijfrequentie. Dat betekent ook hier met al die stations dat je moet sneller kunnen vertrekken en stoppen. Dus vandaar dat de spoorsecties ook vrij kort zijn. De codes die heb ik al benoemd, er zijn heel veel codes, 12 verschillende codes. En er is dus ook een hoog risico bij noodstop dat je moet afdwingen in de software om de veiligheid te waarborgen. Wat ook zo bijzonder is aan deze lijn zijn de overwegen. De koppeling met verkeersinstallaties, twee bruggen die in de lijn zitten. En ook de interactie met het goederenverkeer. Daarvoor is een strengelspoor langs de stroom ontworpen. We hebben een rangeertrein op de Vulkaanhaven waar nog steeds vrachttreinen komen. Licht zijn en een aansluiting met het parallelspoor. Dan terug naar onze centrale computer dan. Dat ziet er zo uit van de buitenkant. Dat lijkt niet zo groot, maar daar zit heel veel achter qua software. En misschien heb je naar de volgende. Voor de software maken wij gebruik natuurlijk van de eisenspecificatie van de RET. Wat bijzonder is natuurlijk dat tijdens de start van het project het hoofdontwerp nog tijdens de opdracht moest verder uitgewerkt worden. En je maakt al een bepaalde inschatting over wat je gaat maken, maar pas bij de uitwerking van het ontwerp komen alle elementen definitief op hun plek terecht. Dat geldt hetzelfde voor de interface naar ProRail en het bestaande RET-netwerk. En dat heeft uiteindelijk naar de systeemgedrag dat wat meer dan 3000 scenario's oplevert, waarvan je natuurlijk allemaal moet doorrekenen en aantonen dat het veilig is. En of course, natuurlijk, en met de bouw zijn ze ook afhankelijk voor de uitwerking van de S-beeld, zoals het buiten wordt gebouwd, definitief. En dat levert ook nog de nodige bijstellingen op. Even kijken.
kijken. Nou, dit zegt eigenlijk even meer over waar we dan allemaal aan moeten voldoen hebben. Het is niet alleen ontwikkelen, maar het is ook aantonen dat het veilig is. Daarvoor ontwikkelen wij volgens de NEN-norm, de hoogste veiligheidsklasse. Maar daar komt het zo bij dat alles wat gemaakt wordt, geverifieerd moet worden, gevalideerd. Er moeten labtesten plaatsvinden, er moeten veldtesten plaatsvinden, de scenario-testen. Alles wat nodig is om de bewijsmaterialen aan te leveren. En dat gaat dan uiteindelijk, wordt het ook nog gecontroleerd door de RET, een projectbureau, die daar een soort eigen controle op uitvoeren. En dan hebben we natuurlijk uiteindelijk de veiligheidsanalyse en beleid voor de safety case en de ISO-verklaringen, waar we dan nu op staan te wachten. En daarnaast, ja, hoe werkt het in de software dan? Hè? Want als je dan gaat testen, dan kom je ook dingen tegen die nog niet helemaal goed zijn. Dat heet de non-conformities. En wat wij gedaan hebben, is met name de zaken die wij tijdens het testen van de software hebben gevonden, dat hebben we geclassificeerd in veiligheidskritisch, beschikbaarheidskritisch en niet kritisch voor de operatie. En wij werken nu aan de oplossing voor de prioriteiten 1 en 2 NCR, zodat we veilig en met een goede beschikbaarheid in operatie kunnen gaan. Eigenlijk, het filmpje wat er nu eigenlijk komt, duidt ook even aan wat er nu eigenlijk per overweg zowel niet gevraagd wordt. En dan moet je voorstellen van elke overweg kent een aantal variabelen. En hoe meer variabelen, hoe lastiger het wordt om dat allemaal op elkaar te combineren. Bovendien kun je aan de plaatjes ook straks zien dat de zaken ook met elkaar te maken hebben. Dus de ene overweg en de rijweg die erachter komt, heeft weer invloed op de volgende overweg. Kijk, je ziet hier het treintje komen bijvoorbeeld. En dan gaat de timer gaat dan lopen, hè, voor de overweg, want de trein nadert je overweg, ja, volgende graag. Nou, dan gaat deze overweg dicht en dan moet je alweer doorrekenen voor de volgende overweg. En het is zo ontworpen dat, omdat daar de brug nog open staat, dat we zoveel mogelijk dicht op elkaar kunnen blijven rijden. Zonder, sommigen zeggen, ook het wegverkeer te hinderen. En toch rekening te houden met de brug die dan open gaat of uiteindelijk dan dicht gaat en dan de stroom weer zo snel mogelijk door moet laten gaan. Ja, de volgende. Ik mag gewoon door, dan kunnen we dat zo weer zien. Kijk, dan zien we dat de brug sluit. Dan kan deze trein die kan een metro kan dan doorrijden. En zo wordt het, komt dan de volgende, wordt dan weer geactiveerd. Maar hier zien we al, dit is een beetje hetzelfde. Wat we natuurlijk ook graag willen is dat, er zijn natuurlijk ook werkzaamheden rondom de baanplaats. Ja, misschien de volgende nog even. Wat we zien dan bijvoorbeeld, wat ik hier even wil laten zien, is dat per overweg moet je dus met een heleboel dingen rekening houden. Niet alleen de functionaliteiten op de overwegen met de verkeerslichten, de aankondigingen, etc. Maar ook met de overwegen die ernaast liggen en erachter, met de rijweginstellingen. En wat je kunt zien als je dan een aantal variabelen hebt, dan lijkt er een zodanig aantal variaties die je dan allemaal moet doorrekenen en ook van je test, met de testen moet aantonen dat het allemaal klopt. Nou, je kunt zien dat bij 5 variabelen zit je op 120 variaties, maar bij 8 zit je er al op 40.000. En in sommige gevallen zelfs 10 variabelen, dan zit je op bijna 3 miljoen variabelen. Dus zo hard gaat dat dan. Nou, hoe hebben wij dan, zullen we zeggen, onze softwareontwikkeling nu aangevlogen met name? En op het moment dat we dus maar zeggen, in de ontwikkeling hebben we zoveel mogelijk rekening ook gehouden in de samenwerking met de RET, dat de metro kon gaan rijden, dat we in ieder geval het testwerk ook voor de RET zo snel mogelijk konden uitvoeren. Vandaar dat we nu ook al bezig zijn met het testbedrijf en we zijn al delen van het testbedrijf al afgerond. En we zijn nu bezig met de laatste stapjes om dat nu af te ronden. En dat houdt erin dat in de volgende softwareversie, je hebt het net al genoemd, de bug die we hebben aangetroffen voor de kerst was natuurlijk een. Dat was niemand blij mee, maar ja, dat kan gebeuren. Nou, dat is inmiddels opgelost. Nu zijn we bezig met aantonen met testen dat inderdaad ook goed is opgelost. En dan hopen we dat het daarmee ook straks snel voor elkaar is. Even kijken, dus de huidige situatie. Ja, de focus blijft natuurlijk op het leveren van een veilig systeem. Hè. Het bestaat niet zoiets als bijna veilig. Het moet gewoon echt 100% veilig zijn. We kunnen niet laten weer terugkomen en zeggen, ja, er ontbreekt toch weer wat. Dus we moeten zeker weten dat het veilig is. De operatie die we doen, daar is goed over nagedacht. Die is veilig en de beschikbaarheid is ook goed. Alleen er zitten altijd nog wat kleine dingetjes in, hè? Wat beperkingen die we snel proberen op te lossen. En daar gaan we een gefaseerde aanpak voor ontwikkelen. Dan gaan we deze frequentiegenerator, hè, om nog even een beeld te creëren van wat is dat dan precies, waar is daar dan precies het probleem? Ja, zo ziet hij eruit. Kijk, wat we eigenlijk hier zien is een soort diagrammetje van
foutmeldingen die we destijds nog hebben ontdekt. Nou, dat hebben we inmiddels al hersteld. Hè. Wat we hebben gedaan is ook daar een update gemaakt in de software. Die is nu geïnstalleerd in een van de BV-gebieden. En dat gaan we dan ook testen, niet alleen in het lab, maar ook in het veld. Om te kijken dat inderdaad die bugs dan nu uit zijn. Hoe erg is die bug? Veiligheidstechnisch is het niet erg, maar het is wel lastig dat je elke keer een soort hiccup krijgt als je een foutcode krijgt. Nou, we zijn willen die foutcodes eigenlijk naar een minimum terugbrengen. En dat proberen we voor elkaar te krijgen. Ja, dus uiteindelijk, ja, dit is dan de laatste sheet. Dus wat ik al zei, focus is nu op verkrijgen van het ISO-certificaat. Daarna gaan we ons focussen op oplossen van de kinderziektes. Het gebruiksvriendelijkheid van het systeem te verbeteren. En uiteindelijk starten met de verlenging naar het strand. Dat was het.